lekker naar buiten. En we zijn op de camping aangekomen. Hun zeiden, ben je van mijn naamkrekjes? Ik zei ja. I'm been a champion. Hallo allemaal, wij zijn de naamkrekjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Nee, jij mocht geel. Het is zaterdagochtend. En mama heeft heel veel kantoorwerk gehad de afgelopen dagen. Vandaag. Weet je wat het is? Gaan we lekker naar buiten. Eerst gaan we wasbootjes meebrengen. Naar Oosterhout. En dan rijden we nog lekker naar de camping. Hoofdpark. Weet je wat er grappig is? Junior wil alleen maar geel, omdat hij denkt dat het dan gelijk Pikachu is. Dus hij wisselt al zijn kleuren in voor alleen maar een paar geel van mij. Nee, ik hoef niet meer. Zullen wij gaan? Weet je wat ik doe? Dan mag ik allemaal gele weer, hè? Liefies, mama haalt even de auto. En dan. Ik heb wel een paar van mij gekregen. Een paar. Dan moet ik jullie pakken, oppakken. Dan gaan we rijden, goed? Ja. Oh, maar ik wil ook nog wat mee. Wat wil je? Nog wat speelgoed mee. Je hebt daar genoeg speelgoed, liefit. Niet, die heb ik. Oh, ik wil wel proberen om jouw fietsje mee te nemen. Dan moet ik even kijken of dan moeten we de stoel wegklappen. Wil je je fiets niet meenemen? Welke fiets? Jouw fiets. Die bij de camping. Mee naar de camping. Nou, we hebben de auto volgeladen. De fiets kan mee. Zo. En we gaan eerst naar Oosterhout, de worstenbroodje wegbrengen. En dan gaan we naar de camping. Oh, en nog even een cadeaubon. Dat gaan we allereerst doen. En heb je hem gevonden? Ja. Het duurde lang. Ik heb rondjes gelopen. Helemaal boven in de kast. Dus ik ben overal teruggelopen. Hij moet ergens zijn. De telefoon was kwijt, maar die is gevonden inmiddels. Dus nou, daar gaan we. Waar lag die? Wij kunnen ze kopen in Oosterhout. En we hebben het toen maar gedaan. Gelijk. Ja. Kijk. Het is heel leuk om hier naartoe te gaan. Kijk. Ja, jij bent ook over bij Karen en Mariska gaan lusje. Ik ga binnenkort weer. Ja, dat zie ik wel. Dat je noemt me niet. Een keer een worstbroodje brengen, dan gaan we lekker lesje. Zo meteen naar de camping. Hier is pommes bijna op. Dan ligt op kip. En we zijn op de camping aangekomen. En de kinderen zijn dan gelijk aan het kijken wat ze willen uit de schuur. En er is hier nog genoeg werk, zoals je ziet. Alles vegen. Kussens buiten leggen. Het gras moet een keer gemaaid worden. Van mij voor de sproeier. Ja, maar dat gaan we nou niet doen. Kijk. Ja. Die zijn eigenlijk voor mij. Nee, er zijn meisjes los. Gaan we eens lekker kijken of de kindjes zijn en zo. Huh? Ja, ik ken alleen degene die nu op de camping zitten niet. Nee, dat wil je vanzelf kennen. Misschien kom je wel bekende tegen. Wat? Ik zag net bekende die ons die onze vlogs kijken. Oké. Okay. Leuk. Die waren naar het zwembad geweest. Oh. Grappig. En mama gaat beginnen. Een beetje opruimen en zo. En ze zeiden... Maar lekker gaan spelen. En ik was net daar een beetje aan het fietsen. Ja? En ik zag hun zeiden, ben je van mijn naamkrekjes? Ik zei ja. Ja, dat klopt. En hun drie volgen ons, hè. Oké, okay. Ja, dat kan, hè. I'm been a champion. Nee. Wij zitten klaar voor te gaan kijken naar de testuitzending van een huisvol. Sophie en ik hebben 1 en 2 gekeken. Samen met mij. Oh, zat jij er ook bij? Weet ik altijd nog. Lag naast jou in bed. Ja. Die deed je nog tikken aan. Oh ja. Wie vond jij de leukste? Papa. Wel. Oh. Nee, en jij? Ja. Ik ken jou veruit. Echt, wie jong ben jij nou hier? Ik ook. Je hebt het niet gezien. Echt, man lief vond ik echt geweldig. Ik vind... jij deed echt heel goed. Ja. Nee, junior. Echt. En de eerste aflevering, ja, ik mag niks vertellen, vond ik echt heel leuk. Ja. Ja, hè? Dan mag ik niks zeggen. Nee. we vertelden net tijdens het eten eigenlijk. De tweede was wel ook leuk, want ja. Toen met dat ding met vuur.
En nou, we vertelden het net tijdens het eten. En toen zeiden de kinderen, oh, wij willen dat ook zien. Dus we gaan nu met z'n allen aflevering 3 kijken. Maar het is, wij moeten het eventjes doen. Omdat je moet controleren of alles klopt. En we hadden al 2 kleine foutjes, zoals Sophie met PH. En ik was een jaar te jong in de serie. Dus dat dan moet je toch blij mee zijn. Ja, dat ben ik ook blij mee. Dat zijn wel jongens schatten. Zijn jullie allemaal klaar voor te komen kijken? Ja, we gaan het opwarmen, maar zeg maar aan. Oh, ja? Kan het? Kom je ook kijken, Eline? Ja. Oké, okay. Eline zit daar nog met een vriendin. En dat moet jij doen met jouw mobiel. Ik weet niet hoe dat moet. Dus wij gaan kijken. Wij gaan naar een 25-jarige bruiloft. En hoe zie ik eruit, Eline? Kan dat nog? Nee, maar eigenlijk is van een vest. Een vest? Nee, ik ga in zo'n trui over mijn dingen. Net als Doud van de week had. Waar ga je naartoe? Oh. Hoe zie je eruit? Ja? Ja? Nee, ik ga gewoon naar de ijssalon. En dan ben je net al geweest. Ja, ijsje halen. Ja. Ja, ik heb net ijsje gehad. Wij zijn net met de bier ijsje. Maar ik kan nog niet kijken. Nee. Hij wil gewoon meekijken. Hij mag er best meekijken. Nee. Waarom niet? Hij is heel fijn voor je. Ik wil een beetje mee. Ja, en ik ook niet. Nee. Ja, ik blijf hier wel als jullie een ijsje voor wel een nauw collega. Mag ik wachten op mijn Robin? Ja, wij hebben het feestje en dat is tegenover de basiliek. Niet met die bal binnen. Dat is ook weer een teken dat we ouder gaan worden. Is dat bij de basiliek? Daar tegenover. Zo, dat is 1 minuut lopen. Dus je bent niet ver. Bij wit heet het. Dus je bent niet ver weg. Nee, dat is heel dichtbij. 11 uur, want ik moet om 4 uur weer in de bakkerij zijn. Jullie gaan een ijsje halen, meiden. En bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Ja. Nee, zometeen zie jij ons weer. Tot zo. Hoe lang zijn jullie? Ga je naar vloggen dan? Ja, wij zijn thuis van het feestje. Ja, dat dacht ik. En hier komt Flora. Ik was vergeten Louis uit te laten. Wij zagen al. Kijk eens hoe leuk dat hij dat vindt. Hij zat, hij lag thuis weer lekker in het hoekje. En gisteren zat hij ook niet in zijn bench. Ik zei net tegen papa, op zich mag hij wel proberen hoe het gaat als hij s'nachts gewoon daar ligt. Ja. Hij is wel eens vaker niet in zijn bench. Ja, hadden we eigenlijk aan het kijken, dus ik was... Dan hadden we de bench eigenlijk over kunnen doen aan het halfzusje van Louis. Ja. Ik heb precies dezelfde bench gekocht. Ja? Ja. Dat heb je nu niet verteld. Nee. Nee. Ja, dat weet ik niet. Dus sinds, we zijn wel eens in onze vlog geweest. Die waren hier vorige week. Van de surfschool in Donderdag. En die zagen Louis en zij was helemaal verliefd op Louis. En die hebben nou die hebben we vandaag gehaald. Vandaag gehaald, een half zusje van Louis. Nou, dus, binnenkort gaan we daar naartoe. Lekker naar het strand. Daar mogen ze op het strand een hondje aangeleid. Echt, toch niet daar. Ja. Aangeleid mogen ze op het strand, ja. Dus nemen we Louis mee en dan... gaan we kennis maken. En jij gaat nou Louis nog even uitlaten. Ja. Jij houdt er veel van, hè? Ja. Leuk hoor. Ja, het is 11 uur, maar we zijn terug van het feestje. En ik moet om 4 uur, mijn wekker gaat om 4 uur. Dus wij gaan slapen. Moet wel, want anders heb ik geen brood om. Ja. Ik kan niet zomaar, dat gaat niet, nee, gewoon even dicht blijven. Nee, ik heb mijn werk niet uitstellen. Dat is wel een nadeel. Of een voordeel. Nee, ja, het is ook een voordeel. Maar dat weet ik nog heel goed. Wij hebben onze chocoladewinkel natuurlijk. Die hebben wij een jaar of 6 geleden geopend. 2017. Oh, nou, 2017, dus ja, dat is 6 jaar geleden. En dat weet ik nog heel goed. Die hadden wij geopend die dag. En 's avonds deden wij afsluiten en toen hoefden we alleen maar de deur dicht te doen. En bij de bakkerij en bij de ijssalon moet je je vitrine, je moet dweilen, je moet alles schoonmaken, heel veel weggooien. Ja. En bij die chocoladewinkel was het deur dicht en we waren klaar. Dus dat was voor ons een heel gek gevoel. En zo is het eigenlijk net bij een kledingwinkel en zo ook. Die zijn dan s'avonds, die moeten tussendoor nog wel wat stofzuigen en zo natuurlijk. Maar die doen de deur dicht en zijn klaar. En dat is met horeca en met bakkerij en slagerij valt er ook onder. En een groenteboer, dat zijn toch wel... Eigenlijk de 4 vakken die eigenlijk 's ochtends moeten voorbereiden dat de winkel klaar is. Dan overdag verkopen en 's avonds ook nog heel de winkel opruimen. Ja, groente kan dan ook. Ja, groente blijft nog iets langer, maar moet je ook opruimen. Ja. Het is een beetje net als met ijs. Ja. 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 Maar de slager, dan blijft ook allemaal nog wel wat langer goed aan de bakker. Maar een bakker is echt dagvers. Ja. En bij de keuken natuurlijk, bij de horeca heb je dan de keuken die het moet maken en bereiden en dan
uitserveert. Dus dat is ook, ja. Die vier vakken zitten gewoon heel dicht bij elkaar. Mama, kijk mijn knie. Ja, ik zag het al. Ja, ben je gevallen? Ik zag het al. Ja, het doet echt zoveel pijn. Hoe is dat gebeurd? Ja, ik was tegen een brand van iemand anders aangereden en toen viel ik om. Oh, met jouw fiets. Ja, en hier ook. En die andere ook. Moet ik een kusje? Nee, die niet. Moet ik een kusje? Maar ik reed tegen de achterwand aan. Net als vroeger, was zo'n kusje nog wat? Nee, dank je. Nee? Pleister erop? Nee, dat werkt niet. Nee, maar als baby vond je dat wel? Jullie hebben dat nog steeds. Zelfs als je geen bloed had. Ja, we hadden er iets van alcohol of zo, of iets pijnlijks, want dat prikte zo erg. Oh. En doet zoveel pijn als ik loop. Het is wel gek dat je er dan toch achter komt. Als je wat groter bent, dan de pleister alleen dat er niet tegenhoudt. Ja, dat alleen bloed tegenhoudt. Niet voor de pijn. Gek, hè? Ja. Het werkt wel een beetje voor pijn, want het geeft een beetje, als je bijvoorbeeld echt zich nabotst, doe je wel minder pijn. Maar het doet echt zoveel pijn. Oh. Kusjes werken. Als ik mijn benen al zo helemaal strek zo. Een leuke film. Een beetje. Wow. Ja. Nou ja, dit was een dagje uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.